Ik heb hem eindelijk te pakken hier. De man die alles uit het autobedrijf trekt om verzekering te verkopen. Vertel. Ja, dat klopt. Dat is wat ik hoorde hier op de congresvloer. Inderdaad, dat klopt. Wij bestaan 50 jaar. We hebben met Bovemij een fantastische mooie deal kunnen sluiten. Waarbij we een jubileumaanbieding kunnen aanbieden aan onze klanten. Met een hele aantrekkelijke korting. En voor ons is dat heel belangrijk, want we hebben een eigen schadeherstelbedrijf. En we zien gewoon die schades naar andere schadeherstellers toe gaan. En om die toch binnen huis te halen, is die BOVAG autoverzekering van cruciaal belang. Maar waarom? Waarom gaan ze met die schade naar een ander bedrijf? Nou ja, als ze verzekerd zijn bij andere verzekermaatschappijen, die doen een schadesturing. Die sturen ze door hun gecontracteerde partners. Dan vallen wij buiten als BOVAG autobedrijven. En dan mogen we gewoon blij zijn dat we gewoon zo'n sterke organisatie als Bovemij hebben, met de BOVAG autoverzekering, die ons daar een handje bij kan helpen en kan zorgen dat we dat werk, die omzet, toch in eigen huis weer kunnen krijgen. Wat wij eens even hebben gedaan, is we even terug naar de roots gegaan. Wat was nou vroeger ook succesvol? We hebben natuurlijk social media, dat doen we. Maar toch is het goed om soms terug te gaan naar hoe je het eerder ook deed. En dat deden we eigenlijk eerder, gewoon klanten bezoeken aan huis. En eigenlijk is het heel grappig, geen klant zegt nee. Overal mogen wij komen. Dan komen we daar, hebben we een mooie zwarte doos gemaakt, met een mooie rode strik erop. En dan hebben we alle dingen daarin gedaan. Welke dingen zitten daarin? Nou, daar zit bijvoorbeeld informatie natuurlijk over die BOVAG autoverzekering in. Daar zit ook een poetscheck zit daarin. Dus de mensen waar we zijn geweest. Gaan jullie de auto wassen? We gaan de auto niet alleen wassen, we gaan ook helemaal uitzuigen, we gaan ook helemaal poetsen. Dus die zit helemaal weer als nieuw voor. Beste aanbod dit hoor. Ondertussen vragen we een aantal dingen van de klant, wat hij vindt van ons bedrijf. Maar ook over de BOVAG autoverzekering, wat er nu is verzekerd, een aantal andere zaken. En vaak leidt dat ertoe dat we offerten mogen opmaken. Wat uiteindelijk weer leidt tot het afsluiten van de verzekering. En zo hebben wij in... Trommelroffel dit? Ja, dan moet ik even goed de spanning nog even opbouwen. In een goed half jaar tijd hebben wij zo'n 150 verzekeringen weten te sluiten. Dat is echt heel veel. En ik hoorde dat je ook iets doet met elektrische auto's, tankstationachtige... Ja, ik heb daar geen verstand van, dus vertel het me. Wat doe je? Hoe werkt dat dan? Nou, zal ik je vertellen. Dit bedrijf heeft mijn ouders overgenomen. 10 jaar geleden dacht ik van, nou, dat tankstation in de Dorpskern, daar is de houdbaarheidsdatum beperkt van. Dat houdt een keer op, hè? Toen ben ik nagedacht over een nieuw tankstation en over de nieuwste trends. En ik was toen ook politiek actief. En toen zie je allemaal beleidsnotities voorbij komen over verduurzamen, alternatieve brandstoffen, meer klimaatneutraal, meer onafhankelijk worden van het Verre Oosten of van Rusland, waar Poetin aan de gaskraan zit. En daar heb ik eigenlijk een concept omheen gebouwd. Daar heb ik eigenlijk twee pijlers gebaseerd. Eén, verduurzaming van de wereld, minder afhankelijk worden van schurkenstaten. Twee. High convenience. Als de klant bij ons komt, moet hem zo verwennen en zo in zijn huidige behoeften van de automobilisten onderweg moeten wij zo goed invullen. Zodat hij een elektrische auto zou willen hebben? Dat zou bijvoorbeeld elektrisch kunnen, maar we hebben natuurlijk meer brandstof alleen elektrisch. We hebben ook nog groen gas. Dat is gas wat wij in Drenthe produceren. Met een hele grote afvalverwerker. Die haalt het component dat vergist kan worden, haalt hij eruit, dat vergist hij. Maak je gas van, ga je dat opwaarderen naar aardgasniveau. En dan gaat het vanaf dit bedrijf, Attero genaamd, gaat het met een rechtstreekse leiding met 4 bar druk. Ja, maar het was door de landerijen heen, door het dorpje Pessen, onder de A28. Speciaal aangelegd daarvoor? Na Green Planet. Ja, na Green Planet. En Green Planet is dus een hele mooie dome, die ook helemaal begroeid is met zeden, met straks 2 windmolens erop. Waarmee we onze eigen energie winnen en ook het goede voorbeeld geven daarmee. En dat is zeg maar Green Planet. Dan moet ik even zeggen, het is niet alleen groen gas, we hebben ook nog biodiesel, we hebben ethanol en we hebben natuurlijk dan inderdaad, zoals jij zegt, elektrisch laden. Ik ben het bijna kwijt.